Dit weekend vond in de Brugse beurshallen het autosalon voor oldtimers plaats. Brugge pakt uit met de oude topmodellen. Ieder jaar krijgt één merk extra aandacht. Deze keer is Volvo aan de beurt. Het is de 80ste verjaardag van Volvo. Het is daarmee dat we dit als hoofdthema uitgekozen hebben. En je hebt toch verschillende sportwagens die in het verleden zeer populair waren. Autoretro is ook business. De prijzen worden bepaald op basis van waarde, zeldzaamheid en vooral de kwaliteit van de restauratie. Exclusieve auto's die gaan de hoogte en de prijs, maar de gewone auto's, gewone oldtimers, nee. Die markt is stilaan aan het verdwijnen. Omdat ook het milieu is dus, de wetten zijn enorm moeilijk om de oldtimers op de baan te krijgen. Jaarlijks bezoeken zo'n 5000 liefhebbers van oldtimers de Brugse retrobeurs.